Oost-Vlaanderen hebben we gekozen voor het Van Hippel-Lindau-syndroom onder de aandacht te brengen. Ik als gynaecoloog kom met deze aandoening, dus een zeldzame erfelijke aandoening, in contact. En ook een van onze stichtende leden wordt daar familiaal mee geconfronteerd. Het Van Hippel-Lindau-syndroom is een zeer zeldzame erfelijke aandoening, waar de patiënten die daarmee worden geconfronteerd ontwikkelen tumoren, dus gezwellen, die zowel goedaardig of kwaadaardig kunnen zijn, maar in allerlei organen. We hebben eigenlijk een wolverkoop gedaan. Er zijn enkele dames die de koppen hebben samengestoken en verschillende dingen hebben gebreid. En die zijn vandaag verkocht ten voordeel van Raar in het kader van Music for Life. VZW Raar die dient eigenlijk om weesziekte onder de aandacht te brengen en eigenlijk om sociale contacten van mensen met een weesziekte eigenlijk te ondersteunen. Ik denk dat het belangrijk is dat zeldzame aandoeningen onder de aandacht komen en ook het geld kan gebruikt worden om 1. Die aandoeningen duidelijk te maken en bekend te maken aan de populatie en 2. Onderzoek te kunnen ondersteunen naar al deze zeldzame aandoeningen. Ik heb er juist even een tussenstand gekregen. En de verkoop is blijkbaar heel goed verlopen. We zouden toch ongeveer een €300 winst hebben kunnen maken om aan Music for Life te schenken. Dus aan het goede doel te schenken. Er zijn al verschillende acties gepland in Oost-Vlaanderen. Dus elke NVA-afdeling heeft de kans om een actie te doen voor het Van Hippel-Lindau-syndroom. Dus ik zou oproepen aan de mensen in Oost-Vlaanderen, kijk in uw omgeving, kijk in de buurt van welke afdeling u woont. En daar kan zeker en vast een steentje bijgedragen worden.